Welkom bij Leo Middelzee met vandaag in het nieuws. Cambuur vertrekt en hoe nu verder? Op cursus bij Google en daarna een nacht niet slapen in de harmonie. SC Cambuur gaat verhuizen. De voetbalclub heeft altijd al een heleboel invloed gehad op de wijk, maar hoe moet het nou als ze weg zijn? Dinsdag werd er een rondleiding georganiseerd. Bewoners konden gebruik maken van deze gelegenheid om aan te geven wat ze met de wijk willen. Cambuur Verbind gaat aan de hand van deze verhalen projecten organiseren. Ja, dat is eigenlijk de hoofdvraag die we vandaag gaan stellen aan allerlei mensen die hier in de wijk wonen, werken. Dus de vraag is, wat is dat gevoel? Dat Cambuur-gevoel, wat is nou precies dat gevoel in de ogen van mensen die hier supporter zijn of werken? Dat is eigenlijk de vraag. Deze wijk is natuurlijk de voetbalwijk. Maar ook wel een wijk die aan de ene kant sociaal heel mensen die heel erg dicht tegen elkaar aanstaan, maar ook waar de nodige problemen ook wel voorkomen. Maar het is vooral gewoon een mooie volkse buurt. Ik kwam eigenlijk als jong meisje altijd op Cambuur. Ja. Jammer dat ze weggaan. Ja, absoluut. Ik vind het wel heel jammer. Het hoort wel echt in de wijk thuis. Dus ja, dat is wel heel zonde. Maar dat is wel leuk. Het is in ieder geval als zo'n voetbalclub vertrekt, dan kun je natuurlijk ook van de gelegenheid gebruik maken van wat willen wij samen met deze wijk doen. En daarom zijn juist deze mensen hier gevraagd om vandaag mee te lopen, om hun ideeën daarover kenbaar te maken. En vooral, wat zijn nou de kenmerken van deze wijk die je juist wilt bekrachtigen, die je wilt versterken, waar je op door wilt bouwen? Hoe is het wonen hier? Hartstikke gezellig. Het is een heel leuk buurtje. Het is niet dat iedereen dagelijks bij elkaar op de lip zit, zeg maar wel een beetje sociale controle nog. Mm-hmm. Het is gewoon gezellig, veel kinderen. Dat is ook wel heel erg leuk. Er zijn er nog drie à vier meer de komende twee weken. En daarna gaan we op 10 december gaan we alle opbrengst daarvan, die gaan we dan tonen aan een grotere groep mensen om te vragen van hey, herkennen jullie dit beeld wat deze mensen geven van deze wijk? Nou, de financiën lopen gewoon. Kijk, we hebben een projectgebied met grondopbrengsten eronder. Dus de kosten die dit allemaal met zich meebrengt moeten worden opgebracht door de opbrengsten straks. Dus het project moet zichzelf kunnen financieren. Dus niet door de gemeente of de voetbalclub? Ja, wel door de gemeente. Want het zijn drie gebieden. Dus het oude Cambuurplein, of het huidige Cambuurplein, de parkeerplaats. Het Cambuurstadion, dat is van Leijten, de ontwikkelaar. En de oude VVV-velden, die zijn van de gemeente. Nou, die drie gebieden samen, alles wat we daar doen, moet kunnen worden betaald door een nieuwe opbrengsten die op dit gebied gaan ontstaan. Dus we gaan hier helemaal open in. Maar het ligt wel voor de hand, niet alle functies zullen kunnen. We gaan geen nieuwe centrale bouwen. We hebben al economie bij de centrale in de binnenstad en zo meteen ook nog bij het nieuwe Cambuurstadion. Dus er is gewoon geen ruimte meer voor nog een centrale. Dus woningbouw ligt voor de hand. Maar wat voor type woningbouw, wat voor prijsklassen, hoeveel? Het zijn allemaal nog open vragen die we graag met elkaar willen gaan beantwoorden. Hoe moet dat straks zonder die voetbalclub? Ik denk dat er wel een stukje gezelligheid verloren gaat. Er staan wel heel veel dingen die om Cambuur draaien, zeg maar. Dus dat is wel heel jammer en ik ben heel benieuwd hoe de lege plek opgevuld gaat worden. Wilhelminaplein in Leeuwarden staat deze week een grote trailer van Google. De mensen van de bekendste zoekmachine ter wereld willen de online kennis van Leeuwarder ondernemers verbeteren. Veel zakenmensen willen wel wat met internet, maar wat en hoe? Google geeft deze week op het Wilhelminaplein cursussen met onder andere tips om je goed te profileren op internet en je mobiele website sneller te maken. Goed gevonden worden op Google is voor ondernemers cruciaal. Google was 4 jaar geleden ook al in Leeuwarden met de digitale werkplaats in de Harmonie. Deze happening trok ongeveer 900 belangstellenden. Google verwacht deze week in Leeuwarden tussen de 500 en 600 cursisten. We zijn vandaag bij het Jeugdtheater, waar we Hilde Mulder spreken over de nieuwe theatervoorstelling Een Nacht Niet Slapen. Hilde is regisseuse van de voorstelling. U bent de regisseuse van de voorstelling. Kunt u wat vertellen over de voorstelling, hoe kort? Ja, het is een voorstelling die met 11 jonge spelers gemaakt is. En ik heb de voorstelling samengemaakt met een choreografe van Club Gajanroni in Groningen. En het is een voorstelling die gebaseerd is op een script van een jonge schrijfster, Sanne Schumacher, die heeft bij ons op school gezeten en die is nu inmiddels zelf professioneel schrijfster. En op basis daarvan is de voorstelling gemaakt. Dus een voorstelling die gaat over jonge mensen die een nacht lang wakker blijven. En het speelt zich af op een parkeerplaats. En daar zie je allerlei jonge mensen verschijnen en verdwijnen. En het zijn stuk voor stuk jongeren die hun grenzen opzoeken. Als het dan
gaat over de liefde of wat ze van hun ouders mogen. Of er zijn ook mensen die voor het eerst de dood tegenkomen. Dus het zijn allemaal jonge mensen die hun grenzen tegenkomen of over hun eigen grenzen heen gaan. Daar gaat de voorstelling eigenlijk over. En waar zijn deze voorstellingen te zien? In Stad Schouwburg de Harmonie in Leeuwarden. En de première is op 28 november. En dan staan we er tot en met 30 november. En ook in meerdere plaatsen, Sneek, Heerenveen hoorde ik al. Ja, we spelen nog in Groningen, in Sneek, Heerenveen en Drachten. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk betrokken bij deze voorstelling? Ik denk al met al een stuk of 20. Dus best wel een grote crew. Ja. En zijn dat alleen dan acteurs of actrices of ook meerdere functies? Nee, dat zijn, er is een decorontwerpster, een kostuumontwerpster. Er zijn natuurlijk technici bij. Er is iemand die met de spelers met stem heeft gewerkt. Nou, de schrijfster is er natuurlijk in betrokken. En Tatjana Matveva van Club Carignani en ik. Zijn er nog kaarten beschikbaar? Als mensen nou geïnteresseerd zijn om naar een nacht niet slapen de voorstelling te gaan, waar moeten ze dan zoeken? Dan kunnen ze naar de site van Stad Schouwburg de Harmonie. En daar kunnen ze dat gewoon vinden of waar moeten ze dan naartoe? Dan moeten ze zoeken naar meer jonge theatermakers.